change. Nicolai en Gergana, ze wilden niet tegen elkaar battelen. Hè. Ze gunnen het alle twee elkaar zo hard. Dat is waar, hè? Ja. Maar toch gaan we nu eens luisteren naar wat de coaches vonden van deze battle. Natalia? Ik vond dat Gergana dan natureller overkwam dan Nicola. Ik vond precies dat... En ik weet, het kan fout zijn, hè, maar ik kan alleen maar afgaan op hetgeen dat ik nu zie. En de stem van Piet Godard... dat je die een beetje probeerde te kopiëren of zo. Of misschien was dat niet opzettelijk, maar... En dan komt het zo wat over alsof dat echt een kopie is. En ik had dat gevoel dan minder bij Gergana. Oké, Bart. Piet Godard heeft een wonderlijke stem en een grote eigenheid. En dat is natuurlijk moeilijk om dat te doen en Piet Godard te laten vergeten. Maar jij bent de nieuwe Bart Peters. En voor een nieuwe Bart Peters kan jij verdomd een goed Ozark Henrieke doen. Echt absoluut. En we zitten in allebei. Maar laat dat nu het geweldige zijn aan wat er nog allemaal gaat komen in de volgende weken. Er zit in allebei nog meer. Goed, hè? Ja. Ja, kom. Als ik echt eerlijk mag zijn, dan moet ik zeggen dat ik een beetje ontgoocheld ben. Ja. Want... jullie zijn echt bezweken onder de zenuwen. Dus, ja, nee, ik denk echt dat jullie beter kunnen. En ik hoop dat jullie dat ook zo aanvoelen. Want ik zou het erg vinden mochten jullie nu totaal tevreden daar staan. Van, hè, dat hebben we eens lekker gedaan. Dit gezegd zijnde hebben we gelukkig genoeg workshops en repetities gehad om te weten wat jullie potentieel wel is. En dan denk ik, Vincent, ja, dat we twee artiesten met veel mogelijkheden tegenover elkaar gezet hebben. Ja, absoluut. Oké. Okay. Wie wint deze battle? Yes, come on! Ik wil vooral, denk ik, kiezen in de live shows voor diegene waarvan ik denk dat wij het meest opvallende parcours kunnen afleggen. We gaan verder werken met Nicola. Ik denk dat Nicola in staat is om een aparter parcours af te leggen. Eigenzinniger. Dat is echt de reden waarom ik voor hem gekozen heb. En met spijt in het hart Gergana heb laten gaan. Gergana, je hebt je hier misschien een beetje ingehouden in die battle. Maar je zou je graag volledig geven op het podium van die liveshows, denk ik. Is er een van de coaches die het potentieel ziet in Gergana en haar wil meenemen in zijn of haar team richting die liveshows? Dan kunnen jullie haar stelen vanaf nu. Yes! Gergana, zowel Bart als Natalia... die denken, goh, die Koen die heeft er daar eentje laten gaan. Wij willen die inpikken. Wij willen Gergana in ons team in die liveshows. Natalia. Ik ga het woord eerst aan Bart geven. Ah ja, dat is beleefd. Tactiek. Oké. Okay. Ja. Oei, oei, oei. Bart. Gergana, je bent een geweldige zangeres. Daar is iedereen het over eens. Wat er nu, in wat er nu komt bij die liveshows belangrijk is, is een profiel zoeken. Dus iets zoeken... wat in je zit en waardoor je het verschil maakt met alle anderen. En als je voor ons kiest, mogen we dan alsjeblieft ook één keer een nummer doen met moddervette beats, maar wel je Slavische roots ook in meespelen. Toevallig zijn wij daar grote specialisten in. Kennen we daar echt de top muzikanten, maar echt waar. Maar daarmee zouden wij met jou het verschil kunnen maken met hart en ziel. Gergana? Ja, dat klinkt al veelbelovend, Bart. Maar er zou wel een reden zijn waarom Natalia het woord eerst aan hem gegeven heeft. Ik wist dat er zoiets ging komen. Ik was gewoon echt heel curieus.
Hetgeen dat Bart zegt, dat is waar. We zoeken allemaal naar een profiel die dat de Voice van Vlaanderen kan winnen. En je lijkt mij een vrouw met veel gevoel. En Bert zei het er net nog tegen mij, zegt ja, heel temperamentvol en dat laat ze nog niet genoeg zien. Maar ik denk dat je dan een temperamentvolle en een gepassioneerde vrouw nodig hebt die dat dan volledig uit u kan halen en die zit hier toevallig dat wel naast mij. Dat denk ik dus ook. Ja. Oh, Gergana, het wordt moeilijk, hè? Het wordt moeilijk. Oké, je hebt ze nu alle twee aan het woord gehoord. Met wie ga je naar de liveshows? Met Natalia of met Bart? Oei, oei, oei. Ik respecteer jullie alle twee heel veel. En het is een heel moeilijke keuze. Maar ik wil graag met Bart. Oh. Gefeliciteerd in het team van Bart. Je was zo blij.